Vrijdag werd op het gemeentehuis in Nijmegen de jaarlijkse In Dalis-prijs uitgereikt. Dalis, zij is onder andere minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Nijmegen geweest, maakte zich sterk voor integriteit in het openbaar bestuur en een antidiscriminatiewet. Zij stierf in 1994. De In Dalis-prijs is bedoeld ter onderscheiding van vrouwen, mannen of organisaties die op vrijwillige basis en op zeer persoonlijke en voorbeeldige wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de Grondwet. Het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt. Dit jaar werd de prijs gewonnen door de Tielse Roze Soos, een organisatie die elke maand een laagdrempelige middag organiseert voor homo's in het Oosthonk in Tiel. Gefeliciteerd, een fantastische prijs voor dit mooie initiatief. 7 jaar geleden begonnen. Hoe loopt het? Hoe gaat het? Het gaat voorzichtig goed. Dat betekent dat sommige mensen komen wat aarzelend met de schoorvoeten binnen. Een aantal dan blijft hangen en maakt daar vrienden en vindt het fijn. Een ander zegt, nou, ik weet dat het bestaat. Als het nodig is, dan kom ik wel. En anders zie je nooit meer terug. Dat is nou precies de bedoeling. Het gaat echt om mensen die denken, ik heb wat weinig contacten. Ik zou willen dat ik wat meer mensen tegenkwam die net zo voelen als ik. En die mogelijkheid bieden we. Zonder ons op te dringen, maar wel open. Nu de groep al een aantal jaren bestaat. En echt hele gezellige dingen gaat doen. En het ook heel goed met elkaar, ze kennen elkaar. Is dan weer, heb ik ze ook laatst voor gewaarschuwd. Zorg niet dat het een gesloten groep wordt. Blijf openstaan voor iedereen. Nou, geen enkel probleem. En het gebeurt ook. Elke keer staat in de krant de aankondiging. Het is er. En dan bij regelmaat is er een enkeling die komt kijken. En hartelijk wordt ontvangen. Voor wie is het precies bedoeld? Het is bedoeld voor mensen die in het rivierengebied wonen, in het wijde rivierengebied. En graag wat meer contacten willen hebben met gevoelsgenoten. Dus het is gericht op homoseksuele mannen. Ik zou ook willen dat voor vrouwen zoiets was. Maar we zijn op deze wijze begonnen. En dat die daar elkaar kunnen ontmoeten. Ik wil jullie graag blikje overhandig met de flipje koekjes. Als die leeg is, dan wel. Maar weer op. Als het echt wat gezellig kan worden, en dat zal ongetwijfeld zijn, hebben we ook een flesje flipje likeur. En wij zijn niet altijd kinderachtig, dus er zitten 2 flesjes in. Van harte proficiat. Dank je wel. Burgemeester Beenakker, een inspirerende avond. Zeker, een prachtige lezing van de minister over artikel 1 van de Grondwet. En natuurlijk ontzettend leuk om hier aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Dalisprijs aan de Roze Club in Tiel. U stalt de show, lachers op uw hand, promotie voor Tiel, dat is natuurlijk mooi, maar het ging vanavond wel ergens over, hè? Nee, zeker. Ik heb ook aangegeven, wij zijn in Tiel een veelkleurige stad. We organiseren ook veel, investeer ik zelf ook in ontmoetingen, dialoog. Mensen van verschillende achtergronden uit de stad. En daar past dit initiatief natuurlijk ook hartstikke mooi bij. Dus daarom ondersteunen we dit ook graag. En vinden we het, vind ik het heel mooi om hier vanavond aanwezig te kunnen zijn. Ik heb ook aangegeven dat de lezing van de minister ging over artikel 1 van de Grondwet. Nou ja, hoe mooi is het dat wij een aantal weken geleden in onze raad hebben besloten om de tekst van artikel 1 in de raadzaal aan te gaan brengen. En een mooie initiatief, dit Tielse initiatief, dat deze In Dalis-prijs heeft gewonnen. Zeker, ja. Wat ik heel mooi vind, en dat zag ik in het juryrapport, is dat het eigenlijk een heel laagdrempelig initiatief is. Dus er worden geen ingewikkelde activiteiten georganiseerd, er zit niet een hele bestuur of stichting achter. Nee, ze organiseren gewoon een ontmoeting, een gesprek, waardoor het voor mensen ook makkelijker is om daar binnen te lopen. Er is niet alleen jaarlijks een prijsuitreiking, maar ook een lezing. Dit jaar was vicepremier Kajsa Ollongren de spreker. Ze is getrouwd met een vrouw en heeft 2 kinderen. Het was de 21ste In Dalis lezing, de 22ste In Dalis prijs. Het is niet alleen een mooie traditie, maar het is ook gewoon nog hard nodig. Waarom is dat nodig? Nou, ik denk dat in Nederland moet je het nooit vanzelfsprekend vinden dat iedereen gelijk is. Dat iedereen zichzelf kan zijn. Er is nog steeds sprake van discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Dus het is erg belangrijk om daarbij stil te staan en daar dingen tegen te doen. Wat een inspirerend verhaal. Waar ging dat in het kort over?
Nou, het was een verhaal dat ging eigenlijk over artikel 1 van de grondwet. Artikel 1 legt natuurlijk vast dat we allemaal gelijk zijn in Nederland. Dat er geen discriminatie kan zijn op basis van wat dan ook, even kort samengevat. Het is geen rustig bezit, dat is eigenlijk wat ik net heb gezegd. We moeten dat koesteren, we moeten het ook onderhouden. Het wordt bedreigd. Er zijn mensen voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is dat iedereen gelijkheid. Er zijn populisten in Nederland. En daar heb ik mij tegen uitgesproken. Ook belangrijk in Den Haag, artikel 1 van de grondwet, staat het op de kaart? Ja, het staat zeker op de kaart. Wordt ook versterkt, hè. Artikel 1 is de bedoeling. Uitbreiding met handicap en seksuele geaardheid. Dus het is een stevige grondwet die we blijven onderhouden. Heel belangrijk in de Nederlandse samenleving.